Ja, wel een paar visje vinden hier. La la la, ja la la. Ik ben zo blij dat ik koel zie. Wat een lul vooral. Slaai als een tak op een vijf. We gaan naar pagina 16. Ja, want we hebben weer een paar echte Bredaanse slimmerikken in elkaar getimmerd. En ik zal de eerste voorlezen. Luistert. Voor de vroege scheidlijster begon de dag niet bijster. Hij had door het scheiden zijn alles verrekt. Maar gelukkig was ze zo goed gebekt dat ik kon vragen om een pleister. Ja, dit is nou echt een Bredaanse slimmerik. Weet u nog dat we een keer hadden van mooie Rut? Weet u nog? Daar zijn we mee begonnen. Aan de zee stond mooie Rut. Het water steeg tot aan haar knieën. Gij zult wel denken dat rijmt niet goed. Maar dan moet je maar wachten op de vloed. Dat is ook een slimmerik. We kijken even naar 2, nummertje 2. Dan moet ik even Kees, waar zit Kees Stallen? Die zit ergens. Nou, Kees Stallen heeft daar de assist voor gegeven. Die heeft op een gegeven moment gezegd: ik zag een vrouwke van onbespoten gedrag. Dat is de netste opmerking die ik van Kees Stallen gehoord heb. Nou, dat hebben we verwerkt in een gedichtje, in een slimmerik. Een jonge maagd uit Echternach, die nooit alleen in haar bedje lag, kwam bij de dokter op bezoek voor een inwendig onderzoek, maar ze bleek van onbespoten gedrag. Wat kan de poëzie toch mooi zijn, hè, jongens? Ja, en wat denkt er van 3? Een potloodventer uit Stamperschat, die zelf een heel klein potloodje had, stalkte steeds meer lekkere wijven, maar om zijn gijf op te kunnen schrijven, had hij liever een vulpenpot gehad. Hoe later op de avond, toen we het ene wat spreekwoord hebben. Nou, dat komt nou een hele nette, daar kunnen we gewoon rustig voor gaan zitten. Marianne Vos had even niet op zitten letten, waardoor ze de les de plaats bezette. De coach deed toen voor straf en zonder spijt achteraf het zadel weer op de fiets laten zetten. Ja. Zin 5, dat bij nadenken. Een Bredaans voor geen is geen. Soms deed daar geen enkele zin. Behalve toen Karel in de kroeg eens om geen tonic vroeg, kreeg die cola mee gin erin. Oh jongens, het is echt tegen om thuis nog eens te oefenen. Water ook. Jongens, we verhuizen naar de rechterbladzij. Daarboven ziet u hoe de paters hun vrije tijd doorbrengen. En eronder staat iets van Sjaak van Wijk. Elke les die wij geven, komt Sjaak van Wijk een keer voor. Waarom weten we niet. Maar het is gewoon een gezellige winkel om te gaan winkelen. Ik was er een keer op zaterdagmorgen en toen vroeg ik om een haakje voor een wc-laan. En toen ging de dochter van Sjaak van Wijk, ging de ladder op, helemaal naar boven. En die in een laadje staan graaien. En dan weet ik niet meer waarom iedereen zo ging staan. Maar je weet het e-mailadres van Sjaak van Wijk, bovenste laadje links, .com. Dus daar staat van Sjaak van Wijk. Sjaak van Wijk zit in de winkel, gewoon alsmaar slechter lopen, toen hij zijn klanten trappen en schoppen ging verkopen. Ja, en volgend jaar zijn we weer Olympische sporten. En wij pogen al jaren om
allemaal nieuwe sporten. We zijn zwemmen en boksen en voetballen en hardlopen. We hebben gedacht, dat er eens wat nieuwe sporten bij. Waar iedereen al mee kan doen. Dus we denken van 10 kilometer bikeloop. Dat is toch, hè? Dat is toch geef om te doen. Of een regenboog schieten. Lijkt me ook wel handig. Diepzee roeien, hebben wij ook ingebracht. Touw duwen. Dat moet je proberen thuis. Dat is helemaal niet zo zwaar. Touw duwen. Ja, dat is wortel trekken. Oké, tandartsen die zijn een beetje een voorbeeld. Ooi voor een tarten. Dat lijkt me wel leuk. Kleiduiven vangen. Scheve schets rijden. Daar zijn we heel goed in. En vrouwen sjouwen. Ja, vroeger was het vrouwen werpen, maar dat hebben we nou veranderd in vrouwen sjouwen. Wat denk je van trouwring steken? Op een paard trouwringen steken. 50 meter voortplanten. Hé, hey, wat denk je van? 50 meter voortplanten. zeehonden rennen. 100 meter paal dansen. Er zijn cafés met zo'n lange paal in elk geval. Muggen meppen is een nieuwe sport. En solo synchroen zwemmen. Wat denkt u van een potje klompvoetbal? En rollator rennen? Dat is ook heel interessant. Nordic wat lopen? Die mensen zitten nog vast in het wat. En nou korfballen. Dan is de korf afgedekt met je muilkorf. Nou, we gaan net voordat we gaan zingen over naar bladzijde 18, zal ik even het verhaal van Toos en Koos nog eens voorlezen. In de klas vertelde de juffrouw het verhaal van Toos en Koos. Dat eindigde met de zin: toen Toos Koos koos, Koos koos Toos. Daarop vroeg ze aan de klas: wie kent er een zinnetje maken met drie keren hetzelfde woord achter elkaar erin? Bertje stoom zijn vinger op en zei: toen mijn zus Antoinette s'avonds aan tafel vertelde dat ze in verwachting was van een werkeloze autochtone sausneger, zei ons vader: goffer de goffer de goffer de goffer. Als moeder zijn een mondejuur erachter. Nou, we zullen. Daar hebben we een rubriekje. Maak een zin met de volgende woorden. En het lijkt wel of het is van Werelddierendag. De eerste moest de klas moest een zin maken met het woordje handlanger. Maak een zin met het woordje handlanger. Nou, riep er een, de haren van Janus zijn een hand langer dan die van mij. Ja, en we denken van het moeilijke woord voor kinderen, contingent. Ons vader was gisteren in de Belt en hij zat s'avonds nog mee zijn contingent. Maak een zinnetje met niet tegenstander erin. Mijn zus kent niet tegenstaande vrije. Dat staat er niet, dat staat slaat er. Viespeuk. Plantaardig. Vindt die een plant aardig staan tussen de Sansevieria's? Ja, en maak een zin mee het woord onderscheid. Sommige tijden ben ik zo aan de rappen dat ik mijn eigen onderscheid. Kijk, als ik mijn visjes heb, vinden ze leuk, hè? Jongens, we gaan zingen. Mannen, we gaan eindelijk zingen. Ja. En Nol, dat is ons Nol. Snol betekent dus Snol. Ben er klaar voor? Op de middelste bladzij, het eerste liedje wat we gaan zingen. Dat heet Ja, toen was het mis, bladzij 9.
had ze 9, ja, toen was het mis. Maestro. Ga wel meezingen. Ja, wel allemaal meezingen, want de melodie is heel bekend. 2 hoofdsoeplo. Leg me je kina in mijn bed.
Raak een nestje met je pepper. Dat knijnt is lekker klaar, hoor. Maak hem even lekker pakken. Ik ben mijn mesje kwijtgeraakt. De gynaecoloog zag er geen kat in. Ben je nou weer maar benukt? En het smal komt in mijn bakkers. En het smal komt in mijn bakkers. Ik zie je geen naar benukt.
ze 11. De bril, dit is de straat. Komt lekker in. Ja, we hebben nog twee klassiekers te zingen.
Het lied van Sieke Vos. Dat zijn alle Bredaarse ongemakken. Die als je naar het ziekenhuis moet en moet uitleggen wat je mankeert, dan kun je die gebruiken, aanwijzen. Het lied van Sieke Vos.